die data van bewegende mensen en voertuigen wordt dus op een kaart gezet om onze bewegingsvrijheid te vergroten, dan wel te verkleinen. We hebben even gekeken naar interessante applicaties op dat gebied. En ik vind zelf eigenlijk wel de meest interessante is de Nationale Databank Wegverkeergegevens. Daar komt van alles samen. Heeft u misschien ook nog nooit van gehoord, maar wel de applicaties die erop gebouwd worden. We zijn ook heel blij dat de directeur hier aanwezig is. Ze heeft vroeger in de Rotterdamse haven heeft de logistiek helemaal op orde gebracht. Maar ze is nu directeur van de Nationale Databank Wegverkeergegevens. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Marja van String. Mag allebei hoor, hier is keuzevrijheid. Je mag linksom, rechtsom, het is net het kabinet. Goed, de Nationale Databank Wegverkeergegevens. Ja. Ik zei al, de meeste mensen zullen er niet van gehoord hebben, maar heel veel mensen maken daar gebruik van. Wat is het precies? Hoe verzamelen jullie die data en wat doen jullie eigenlijk? Ja. De Nationale Databank Wegverkeergegevens is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat met alle wegbeheerders in Nederland, dus provincies, stadsregio's, grote gemeenten. En wij hebben in één databank inmiddels over 6000 kilometer weg actuele gegevens. En met die actuele gegevens wordt enerzijds door de wegbeheerders verkeers gemanaged. En we geven die gegevens ook door aan de ANWB, de TomTom, de Verkeersinformatiedienst. En die maken er weer verkeersinformatie van. Ja. Als je dus met de auto over de weg rijdt, ja, dan volgen jullie mij. En ook alle andere auto's. Nee, hoe gaat dat? Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Wij kopen data in. En dat gaat op verschillende manieren. De ouderwetse manier, of tenminste die nog steeds goed is, maar dat is met, als je over de snelweg rijdt, zie je allemaal lussen in de weg. Zie je ingravingen, dat is lussen. En met camera's. En daarmee meet je intensiteiten en snelheden, puntsnelheden. Mm-hmm. En dan combineer je dan tot reistijden. Maar we hebben ook een nieuwe manier van inwinning inmiddels in Noord- en Oost-Nederland. En dat gebeurt op basis van infrarood en Bluetooth. Ja. En wij stellen heel hoge eisen aan de kwaliteit, omdat je per minuut of per seconde per minuut dingen wil doorgeven. Dus de data worden per minuut ook doorgegeven. En dat betekent dat je hele hoge eisen aan de kwaliteit stelt ook. Dus jullie zien wij weten niet wie daar rijdt. Nee. Oké, want we hadden vorige maand van Simon Hania hier, hadden we het ook over dat punt. Ja. Het is natuurlijk prachtig als je die auto's volgt, maar het moet natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je kan zien wie daarin zit. Als ik daar gebruik van wil maken, moet ik daarvoor betalen? Jij kunt als... je krijgt per minuut verschrikkelijk veel data binnen. Mm-hmm. Dus het is de vraag of jij daar persoonlijk iets aan hebt. Maar als jij zegt, van ik maak een navigatiesysteem en ik wil dat gebruiken. Wij hebben nu eigenlijk een verstrekkingsprijs van 6000 euro. Dat zijn eigenlijk dat dekt helemaal niet de kosten van die inwinning. Maar het is meer ook omdat wij daarmee een service leveren. We hebben een helpdesk, we leveren kwaliteitsrapportage, we doen allerlei overleg met je. Dus dat zit eigenlijk in die 6000 euro. Wat we wel aan het doen zijn is nu, mede vanwege de open data discussie, om te kijken of we ook gewoon ergens een site neerzetten, een portal, waarbij je dan gewoon de data gratis kunt krijgen. Maar dan zit er dus ook helemaal geen service bij, nee, geen ondersteuning. En dan kunnen we ook niks zeggen en garanderen over de kwaliteit. Ja. Dat is een beetje een dilemma. Omdat eigenlijk wat de overheid met die data wil, is ook zorgen dat de weggebruiker goed geïnformeerd wordt en dat er veilige situaties ontstaan. Ja. En als wij nu met onze afnemer een contract sluiten, dan staat er in die licentie wel dat op het moment dat er een calamiteit is, dat de overheid dan de basis en die bepaalt waar mensen naartoe gestuurd worden. Oké, okay. Ja. En op het moment dat je het helemaal vrijgeeft, dan wordt dat natuurlijk toch wat lastiger. Dus dat is best een moeilijk onderwerp. Ja, want je zei al even, de open data discussie, dat vind ik toch interessant. Ja. Er zitten hier ook mensen van ambtenaar 2.0 bijvoorbeeld, die zijn echt helemaal voor open data. Ja. Allemaal open, wat betekent het precies, open data? Zoals het geïnterpreteerd wordt, is eigenlijk dat alle data die door de overheid gegenereerd wordt, dat die dus vrij ter beschikking komt van de burgers. Mm-hmm. Daar wordt eigenlijk oorspronkelijk, en het is natuurlijk vaak door de mensen die dat bedacht hebben, wordt bedacht natuurlijk dat jij als burger inzicht krijgt in wat de gemeenteraad besloten heeft, wat de hogeschool presteert, dat soort dingen. Maar dat zijn natuurlijk niet actuele data waar iets mee gebeurt. Nee. En dit zijn data waar echt ook een proces mee gemanaged wordt. Hè? Dus het verkeersproces. En
Wat je nu ook ziet is dat wat we eigenlijk willen met die data is dat ook de bestaande infrastructuur, dat de wegen, dat die beter benut worden. Ja. Je had het net over de nieuwe regeerakkoord en daar staat ook in dat ja, er zijn nu heel veel wegen aangelegd, hè, dus ook in de afgelopen periode, daar wordt nu nog wat van afgerond. Maar wat je eigenlijk wil is dat de wegen die er dan nu zijn ook door middel van informatie die je daarover hebt beter benut kunnen worden. Dus dat zie je boven de weg, dat opeens de snelheid minder wordt of dat er een spitsstrook open gaat en daarmee kun je en dan is de snelheid wat langzamer, maar dan kun je dus veel meer verkeer op kwijt. Ja. Oké, want dan wordt de data dus niet alleen gebruikt dat mensen zelf kunnen kijken van waar staan de files, waar ga ik rijden. Maar er wordt dus ook wel van bovenaf gestuurd met die data van hier mag het wat sneller, wat langzamer. Ja. Dus in die zin ga je ook weer bewegingsvrijheid van individuen beperken om de bewegingsvrijheid van het collectief te vergroten. Ja. Het is weer zo'n klassiek dilemma van vrijheid en dat soort dingen. Ja. Hey, dat vindt de politie natuurlijk ook hartstikke mooi, die gegevens, of niet? De politie heeft geen toegang tot de gegevens. Maar iedereen kan ze toch kopen? Ze zouden ze af kunnen nemen, ja. Ja. Maar het is niet zo dat zij... maar de data zijn dus versleuteld. Ja. Dus zij kunnen er ook, ja, net als wij, we kunnen er niets mee, tenzij ze de sleutel hebben. Maar ik las wel een klein jaartje geleden in de krant dat de politie dit wel gebruikt om te kijken waar moeten we snelheidscontroles wat meer opschroeven. Want daar wordt over het algemeen wat harder gereden dan normaal. Klopt dat? Wat we doen met de database is dat inmiddels is er een gigantische historische database opgebouwd en daar kun je allerlei analyses op loslaten. Ja. En dat kan iedereen in principe iets mee doen. Ja. Okay. En wat wel leuk is dat er ook steeds nieuwe toepassingen bedacht worden. Er is recentelijk heeft de minister de TRX, de transportindex, gelanceerd. En dat is eigenlijk dat men in de Rotterdamse haven bedacht had van goh, we willen, volgens mij is er een verbinding tussen de groei van de economie en het vrachtverkeer. Dus als wij nou zowel op de weg als op de, dat is dan de data van ons vandaan, als op het spoor en als ook op de vaart kijken van hoeveel vrachtverkeer er is, dan kunnen wij een index geven over hoe de economie zich ontwikkelt. Okay. En dat die wordt in Nieuwsblad Transport nu weergegeven. Dus, maar dat was een toepassing die wij nooit bedacht hadden. Dus die geweldige bak van data kun je, we gebruiken hem als overheid ook om te analyseren van waar vinden nou veel opstoppingen plaats, waar incidenten, ongevallen, en dan kun je daar je beleid op aanpassen. Ja. Dus nu is het eigenlijk een beetje een samenspel tussen zowel de burgers die de data kunnen bekijken en zelf beslissen, ik ga wel of niet in de file staan, als wel sturing van bovenaf, van daar gaan we snelheid beperken of opschroeven. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Als we over 5 of 10 jaar kijken, wordt het dan echt een systeem dat van bovenaf gewoon alle snelheden bepaalt en dat je gewoon eigenlijk je vrijheid opgeeft om sneller van A naar B te gaan? Of wordt het gewoon een soort zwermintelligentie van iedereen moet maar kijken? En, nou, de toekomst... De toekomst wordt, denk ik, coöperatieve systemen. En dat is dat je... nu heb je in de auto al mogelijkheden om een sensor te hebben dat je weet of er een auto voor je is. Hè, en of je dan of daar op geremd gaat worden. Dat de auto dat automatisch doet. En dat is dus eigenlijk de auto die dat zelf die sensor heeft. Maar in de toekomst wordt coöperatieve systemen. Dus eigenlijk dat de auto's met elkaar gaan communiceren. Maar dat is niet over 5 of 10 jaar. Maar dat wordt de lange termijn toekomst. En dan heb je eigenlijk heel weinig te sturen, want dan word je gewoon door het systeem gestuurd. Dus je gaat de A4 op, gewoon krantje lezen, hartstikke idee. Ja, dat is wat men op de lange termijn verwacht. Oh, dat zou voor mij ideaal zijn. Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die het toch wel heel leuk vinden om zelf even met gaspedaal in te drukken natuurlijk. Oh, dat vind ik veel te eng. Nee, dat doe ik helemaal niet aan. We zien uit naar de toekomst en ik hoop dat je er ook nog steeds bent met de Nationale Databank Wegverkeergegevens. Zullen we het hier belaten? Okay, vat je nog iets? Nee? Oké, dames en heren, hartelijk applaus voor Marja van Strien.